altijd een beetje. Oké, alle rommel opgeruimd. En welkom terug op mijn kanaal. Ik heb onlangs een online bestelling gedaan bij bodyandfitshop.nl en ik wil jullie graag laten zien wat ik dus besteld heb allemaal. En ik ga ook erbij zeggen hoeveel smart points elk product is, tot jullie weten of jullie dat ook misschien willen kopen of dat past in jullie dagtotaal, in jullie dagprogramma, zeg maar. Van Weight Watchers, als jullie niet weten waar ik het over heb. Oh. Dus ik heb hier mijn doos. Oei, dat is een zicht. Oké, ik heb hier mijn doos. Dat er allemaal uit. Ja, ik heb wel al aan sommige dingen gegeten. Dat ik het gewoon al nodig had. Gelijk deze. Dat is superfood. Natural treasure. Dat is organic cacao powder. Of rauw cacao powder, kunt je ook zeggen. Ik heb dat gekocht specifiek voor in gebak, voor in yoghurt, zo voor tussendoortje of voor ontbijt en zo. Om voor een lekkere cacao smaak te creëren in koekjes lijkt me dat ook heel lekker. En ik heb hiervoor gekozen omdat hier zit wel geen suiker in. Dus daarom moet je ook wel iets van zoetstof toevoegen als je het wat zoeter wilt. Voor deze gekozen omdat die de minste punten had. Ik zal anders even scannen en dan zal ik jullie laten zien. Hoeveel punten ik hiervoor moet ingeven. Als de camera mee wilt. Kom op. De scanner dat werkt zo goed altijd, hè. Bij mij toch. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat probleem. Alleen bij mij. Zo. Kom op. Allee. Eindelijk. Het scant zo als iets heel anders. Ik heb dat dan heel anders in de app staan wachten. Body and Fit. Biologies. Hier, cacao poeder, dat is voor 100 gram is dat 9 punten. Maar ik neem er meestal 5 gram van. Dat is een koffielepel. En dat is 0 punten. Dus dat is wel super goed, hè. Natuurlijk als je meer nodig hebt, dan je pak met deel kort die punten berekend. Dus veel zal dat ook wel niet zijn. Dan om het bij het rauw cacao. Rauw cacao. Ik weet niet hoe dat zegt. Sorry daarvoor. Om dat in die trant te houden, heb ik ook de cacao nips gekocht van hetzelfde. Deze zijn wel iets meer punten. Ik heb hier ook staan. Dat is 25 punten voor 100 gram, maar ik pak er meestal 5, je kunt tot 6 gram gaan, dan is dat 1 punt. En dan is dat 2 punten tot 10 gram. Dus veel heb je daar niet voor nodig, want dat is redelijk bitter. Maar als je het in iets voegt, vind ik wel dat dat een lekkere chocoladesmaak heeft. Maar voor zo te eten is dat meer nootachtig. Maar dat is pure cacao, dat is niet echt bewerkt of zo, hè? Allee, dat is niet bewerkt. Dan heb ik... Dit ook gekocht. De No Sugar zoetstof. Dat is 0 calorieën, dus dat is ook 0 punten. En dat is met stevia en erythritol en stevia. Ja, dat is gewoon heel zoet. En het heeft zo kristallen gelijk suiker. En ik vind het nog wel, het gaat nog wel van smaak, is nog wel lekker. Ik heb deze gekocht omdat dat 0 punten blijft. Dus... Ik heb ook tagetessen hier staan, maar dat wordt na een tijd wel punten. Dus dit is fijn om een gebak te gebruiken als je meer nodig hebt. Dan heb ik deze overheerlijke protein bites gekocht. Ik had die nogal eens gekocht, maar ik was totaal vergeten dat ik dat bestond. En dat is echt super lekker. Ik zal ook eens zien of ik het kan scannen. Ik scan dat wel juist. Ik weet niet waarom dat zo was. Protein shake. Dat was helemaal geen shake. Heeft iemand dat toch verkeerd in die? Dat kom je ook vaak tegen. Ja, zo allemaal verkeerde. Wat gaat er? Verkeerde voedingsgegevens, mensen. Allee.
zo gezond, denk ik. Ik weet dat die 1 punt per protein bite zijn. Ik zal laten zien hoe die eruit zien. Dat is eigenlijk gewoon een proteïne die ze in stukjes hebben gesneden en dan door chocolade rond. Ja, het ziet er zo uit. Dus dat is 1 punt voor zijn eentje en dat blijft ook 1 punt. Oh, die geur. Oh, kokosnoot. Dan heb ik ook nog wat bij die superfood soort, die natural treasures, healthy by nature. Dat zijn gepofte quinoa. Ik zeg heel quinoa pops, ik weet niet waarom. Dat is gepofte quinoa en dat is heel lekker bij het ontbijt, bij de yoghurt. En dat was denk ik tot en met 13 gram 1 punt. En ik denk tot en met 4 gram is dat 0 punten. En dat is eigenlijk best wel heel veel. Dus vaak neem ik gewoon 4 gram daarvan. Dat is best wel heel veel. Ik vaak met mijn ene keer ben. Dan heb ik deze, waar ik ook al aan heb gezien. Oh, die zijn zo lekker. Smartbonbons, ook van Body & Fit. Oh, je hebt die met chocolade en kokosnoot. Dit is zo'n combipak, maar ik denk de volgende keer alleen kokosnoot gepakken. Want die is echt zo links, zo links deze kant. Laten we zien hoe het eruit. Oh, ik heb allemaal kokosnoot. Je hebt er dus met melk, chocolade en met kokosnoot. Die met kokosnoot, oh, die zijn zo lekker, zo zacht. Die anderen zijn iets harder. En dat is voor 3 stuks is dat 2 smart points. Dus dat valt eigenlijk nog wel heel goed mee. Dan heb ik ook nog voorraad van mijn repen gekocht. Ik heb deze teruggekocht, de chocolate caramel. En dat is 4 smart points. En dan heb ik ook nog zo 2 eigenlijk probeers erbij. Je kunt zo een cadeautje kiezen bij Body & Fit. En dan heb ik deze erbij gepakt. En dat is blueberry en milk chocolate. Die had ik dan 2 keer, heb ik al eentje van afgegeten. En dan heb ik de gewone smart bars gepakt. Delicious vanille almond, dat is ook gewoon 4 smart points. En ik hoop dat dat zo een beetje frischpanachtig is, want dat heb ik ook al heel graag. En ja, dus ik heb ze nog niet opgedaan, ik heb ze nog niet opgedaan. Misschien straks zo eentje gaan uittesten. Wat er ook nog bij zat, is zo'n wellness cadeaukaart. Maar ik weet niet dat ik daar iets mee ben. Dat is misschien alleen voor een... Ah nee, Nederland en België toch. Eens kijken, is wel interessant, denk ik. Zo, dit was alles wat ik op... Ik ga dat even aan de kant zetten. Stoort mij. Zo, dat was alles wat ik op bodyandfitshop.nl heb besteld. Dus als jullie deze video leuk vonden, geef dan zeker een duimpje omhoog en laat iets na in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!